En de Nationale Assemblée heeft de afgelopen periode vele klachten ontvangen over de gokhuizen die als paddenstoelen verrijzen. Bijna in elke buurt wordt een mini-casino opgezet die zowel door jongeren als ouderen worden bezocht. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons heeft de regering gevraagd aandacht te schenken aan deze aangelegenheid. Voordat ik de vergadering vandaag, moet ik zeggen dat ik mee wil geven aan de regering, minister Binnenlandse Zaken, alle ministers hier, want wij kennen geen ministers, eigenlijk bent u de vertegenwoordiging van de regering. Er komen een heleboel bezorgde berichten binnen over een soort van mini-casino's die overal in het land worden opgericht. En het is al vaker door de leden aangehaald. Maar het schijnt toch wel een groot probleem te gaan worden. Dus ik vraag grote aandacht van de regering voor dit probleem. Casino's hebben presidentiële vergunning nodig. Maar het schijnt dat deze dingen zogenaamde loterijen zijn of zoiets. Game hall. Ze vallen blijkbaar onder een andere wet. En ik denk niet dat we dat moeten doen. Onze kinderen hebben al genoeg afleiding. En niet alleen kinderen. Dus ik vraag aan de regering. Persoonlijk, ik denk namens het hele parlement, we hebben het in ingekomen stukken, we hebben het in vergaderingen gezegd. Wat gebeurt er eigenlijk? Aldus DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons donderdag in de Nationale Assemblée. Ze heeft de regering gevraagd aandacht te schenken aan de gokhuizen die als paddenstoelen verrijzen in verschillende buurten.